Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Um, recentelijk uh, doken er in de gemeente Apeldoorn ineens overal witte kastjes op aan lantaarnpalen en uh, ja, dat heeft voor veel vragen en onrust uh, gezorgd. Wat waren dat voor rare dingen? Um, het heeft uh, ook in de regionale media was, uh, werd het een onderwerp in de lokale politiek. En uh, Vandaag wil ik erover praten met gemeenteraadslid. Anton Huygens. Anton, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Je bent gemeenteraadslid voor lokale partij, geloof ik. Hè? De partij Gemeentebelangen. Ja, dat ja? is juist. Oké. Okay. Uh, ja, dat, dat, dat is een rare situatie. Daar dat lijkt helemaal niks te overlegd te zijn of gecommuniceerd te zijn met de inwoners van, van Apeldoorn. En ineens verschijnen daar van die rare doosjes aan, aan lantaarnpalen. Je hebt dat geadresseerd ook binnen de gemeenteraad, heb ik begrepen. Ja, dat is zo. Het is natuurlijk niet dat het helemaal uit de lucht komt uh, vallen. Eh, het is met name in de landelijke media aan de orde gebracht door uh, de column van Sipinia. Uh, ja, Week. Uh, waar, Waarbij op een gegeven moment gezegd werd van... Uh, goh, uh, er zijn witte kastjes in Apeldoorn, aan Apeldoornse lantaarnpalen. Nou, dat, dat wisten wij in de gemeenteraad al wel. Mm -hmm. uh, er is namelijk een ambitie om het zo maar eens te zeggen uh, dat Apeldoorn een smart city moet zijn. Ja. We hebben als gemeentebelangen daar al eerder van gezegd van, nou uh, moet dat allemaal nou? Oh. Waar is dat allemaal goed voor? Daar komen we dadelijk misschien ook over te praten. Ja. Um, en uiteindelijk betekende dat dat het college van B&W een overeenkomst uh, heeft gesloten met een bedrijf uh, om de lantaarnpalen te gebruiken om daar. Uh, de zogenaamde witte kastjes aan op te hangen. Ja, maar wat is de bedoeling van die, die witte kastjes? Nou, dat is uh, zo dat de, uh, de. Eigenlijk weten we het niet wat nee, de bedoeling het is. is. Onbekend. Um, het punt is dat uh, we praten over een soort 5G-ambitie uh, in Nederland. Dus die we, smart city. Dat. Ja, en in Apeldoorn was het idee gekomen van nou, wij willen daar een soort voortrekkersrol in vervullen. En om die reden gaan we proactief, uh, althans dat was het bericht ook van de, van de wethouder, ja. overigens van de lokale partij, maar dat even terzijde. Okay. Die zei van ja, wij uh, willen proactief daarmee aan de slag gaan. Ja. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de witte kastjes aan de lantaarnpalen. Ja. Was dat een besluit dan van de gemeente die vervolgens daar een bedrijf voor heeft? Benaderd of... Nou, kijk, dat is in beginsel, ja, wij noemen dat, het is collegebevoegdheid. Er zijn heel mm. veel dingen waar een gemeenteraad over gaat. Andere dingen gaat een college van BMW weer over. Die hebben een overeenkomst gesloten. Het is wel zo dat gemeenteraad daarin mee werd genomen. Uh, maar daar ontstonden dus ook meteen heel veel vragen over. Uh, niet in de laatste plaats. Uh, welke... En waar kwamen die vragen voor? Namelijk nou ja, welke dat? firma hebben we het nu over? Ja. Hè, er waren heel veel onduidelijkheden over wie zit er achter die firma. Hmm. Uh, ook onduidelijkheden uh, over uh, wat, wat, wat doet die straling nu met mensen? Want zitten daar geen gezondheidsrisico's uh, aan? Ja, weten we wat erin zit? Wat er in de witte kastjes zit, ja, dat is eigenlijk nog een groot mysterie. Ja. Uh, maar het zou zomaar kunnen zijn dat daar een, uh, een soort versterker in zit, ja. die uh, met behulp van een antennemodule die daar in de lantaarnbalen ja. al uh, wellicht aanwezig is, uh, straling gaat uitzenden. Ja. Hè? Maar uh, het derde punt was inderdaad, uh, je gaf het zelf net ook al aan. Uh, zijn inwoners hier meegenomen ja, in wat hier nou gebeurt. Ja, want en als, als, als dan je ontstaat commotie nou, ja, als ja, je dat dus niet doet. Ja, dan staat ook, ontstaat ook commotie, speculatie natuurlijk ook. Ja, hè? zeker. En, uh, dat zou je uit de wereld kunnen helpen door openheid van zaken te geven... Uh, dat kan. Alleen de wethouder heeft een aanleiding van vragen van gemeentebelangen uh, laatst nog gezegd van uh, ja, het is aan het bedrijf zelf wat ze daar verder uh, doen. He, want we hebben uh, daar ook vragen over gesteld. Mm. Niet alleen over het privacy aspect en het gezondheidsaspect, maar met mm. name ook over hoe communiceren we dat met inwoners. Mm. Uh, en hoe zit het met regelgeving. Mm. Uh, maar daarvan heeft de wethouder heel duidelijk gezegd van ja, nee, dat is aan het bedrijf zelf. Uh, wij schuiven dat verder af. Nou, ja. wij vinden dat eigenlijk niet kunnen. Nee. Dus wij zijn daar ook nog niet klaar mee en dat krijgt ook zeker nog een vervolg. Ja, want je zou toch denken als daar een samenwerkingsverband is aangegaan tussen aan de ene kant het ge de gemeente en aan de andere kant een, een, een bedrijf aan wie het is uitbesteed of, aan, of in ieder geval ingehuurd is of op de een of andere manier een verbinding bestaat, dan zou dat er ook een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn. Uh, ja, goed, je hebt hier te maken natuurlijk met regelgeving. Ja. En uh, ja, een, een, een overheid, een gemeentelijke overheid, die is natuurlijk verantwoordelijk uh, en uh, ja, aan te spreken, ook door inwoners, en terecht ja. op, op wat ze doen. Ja. Uh, dus, dus dat afschuiven naar zo'n bedrijf, dat is uh, in onze beleving van gemeentebelangen in ieder geval niet uh, terecht. Nee, maar, maar we niet. hebben het hier eigenlijk ook nog over een wat grotere issue, waar ik het ook nog even over zou willen hebben. Namelijk over hoe gaan wij om met onze uh, totale infrastructuur op het gebied van de ICT. Ja. Um, want het is zo dat die, uh, die, 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 die straling van dit soort uh, masten, uh, ik zei het net al, dat kan een impact hebben op de gezondheid van mensen. Ja. En uh, voor gemeentebelangen, uh, we hebben onszelf uh, hernoemd in, in GB Apeldoorn, waarbij ik altijd zeg, GB staat voor grondrechten. En burgerbelangen, ook mm -hmm. om aan te geven naar mensen van waar ligt ons focuspunt. Um, en wij vinden het principieel dat mensen gevrijwaard moeten kunnen blijven uh, van, van straling. Um, ja, op gebieden, hè, de huiselijke sfeer, mm -hmm. waarin je dat niet wil. Ja. Hè, dus op en of mensen daar nou wel of geen last van hebben en dat soort discussies, hoeven we niet eens op in te gaan. Uh, als je het hebt over grondrechten en inbreuk op persoonlijke levenssfeer. Mm -hmm. He, dan vinden wij principieel dat mensen in hun thuissituatie gevrijwaard moeten kunnen blijven van die straling. Ja. Nou, in Nederland is het zo, als je het dan bijvoorbeeld over <coughs> 5G-uitrol uh, hebt, mm -hmm. dat je geen uh, jammer mag plaatsen. He, je mag het, het, het jammer signaal is iets wat het signaal blokkeert. <coughs> zeg maar. ja. ja, Dat mag dus niet. Nee. Omdat er dan gezegd wordt: van ja, dan nou ga je het internetverkeer. Blokkeren van misschien je buren en je omgeving enzovoort. Mm -hmm. en, en dat betekent eigenlijk dat, je, dat er helemaal geen manier is en, en geen weg is ook. We hebben in Nederland hebben we geen constitutioneel hof. We kunnen als inwoners niet gaan naar een. Een eh, om te zeggen van goh... Uh, deze regels. die zijn in strijd met onze grondrechten. Mm -hmm. hè, dus dat kan niet. Dus dat betekent dat je als, als inwoner. eigenlijk met de rug tegen de muur ja. uh, staat. Maar dat betekent dan. dat de gemeente kan doen wat hij wil. Als, het, uh, als je het zo bekijkt. Uh... De gemeente kan natuurlijk. Ja, doen wat hij wil. Dat ja, is natuurlijk... dat is wat overdreven misschien. Nou, kijk, het punt is. Uh, 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 Willen we dit überhaupt? He, waarom zouden inwoners dit willen? En een van de problemen waar we hier ook tegen aanlopen is dat uh, inwoners gewoon niets gevraagd wordt. Ja. Er is niet gecommuniceerd, er is niets gevraagd. Nou, er wordt natuurlijk wel gezegd, wij hebben een ambitie en het is allemaal leuk als iedereen uh, internet heeft en hier maar hoog Alleen er wordt niet nagedacht over wat het betekent voor uh, de rechten van mensen in hun persoonlijke levenssfeer. Ja. En in een situatie waarin we met 5G ook al uh, vraagstukken uh, naar boven hebben zien komen... Uh, dat mensen uh, ja, last kunnen hebben daarvan. Er zijn een aantal rechters die hebben zich daar ook over uitgesproken... Ja. He, dat is niet iets wat wij verzinnen. Nee. He, dus dat betekent dat, dat uh, rechters kunnen ook tegen een gemeente zeggen dat een gemeente bijvoorbeeld op basis van de WMO-regels uh, huizen stralingsvrij moet maken. Dus ja. dat betekent als, he, ik zit als raadslid, ik zit mm -hmm. voor het algemene belang. Mm -hmm. Dus dat betekent dat uit de algemene middelen van een gemeente. Uh, middelen vrijgemaakt moeten worden om huizen van mensenstralingsvrij te ja, dat maken. Gaat nou, geld kosten. Dat zou best wel eens een keer een heel uh, substantieel verhaal kunnen ja, worden. Want ik wilde je net vragen: hoe was jouw kritiek ontvangen dan binnen de gemeenteraad? Uh, maar nu ik hoor dat er ook een financiële aspect aan ja. zit, dan, dan wordt dat misschien anders dan wanneer er alleen een gezondheid of ideologisch aspect achter zit. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik dat uh, financiële aspect ook op tafel gelegd heb. Omdat ik dan ook hoop en verwachtte wellicht uh, ten onrechte dat ja. men daar iets uh, meer inhoudelijk naar zou, uh, zou kijken. Ja. Maar tot nu toe uh, uh, lijkt het uh, erop uh, alsof ik uh, tegen Dovermans oren loop ja. te praten. Want de ambitie... He, de idee dat Apeldoorn als een soortement uh, smart city, ja. he, als een van de kralen die geregen is in het hele Europese speelveld uh, ja. vanuit de EU, komen we misschien ook nog wel eventjes op, ja. dat Apeldoorn daar juist een rol in zou moeten spelen. Ja, een soort voortrekkersrol. Ja, een voortrekkersrol. Ja. Kijk, dat, dat komt ergens uit een hoge hoed. Ja, Wat is een smart city eigenlijk? Het, is, het klinkt leuk, maar wat is de definitie van de smart? -team? Dat is een hele goede vraag. Hè. Uh, smart staat natuurlijk voor, ja. eng en voor, uh, voor slim. Ja. En het is de vraag of het wel zo slim is Precies, om dit ja. te doen. Ja. Ik heb de indruk dat bij alle uh, zaken waar smart voor gezet wordt, uh, dat het uh, ook wel bedenkingen oproept steeds meer bij mensen. Nou ja, het is in ieder geval niet meetbaar hè, om ze uh, ja. de M te benoemen in smart. Ja. En uh, men heeft daar ook eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan. Sterker nog, dit is een pilot. Ja. Dus wat, er, wat we hier zien gebeuren, is dat een gemeente gebruikt wordt om een soort pilot uit te rollen. Ja. En, en dan maar eens te gaan kijken hè, hoe, hoe dat, hoe dat uh, land ja. bij inwoners. Dus terwijl in de visie van gemeentebelangen hè, moet je het omdraaien. Je moet naar de inwoners gaan, dan zeggen van Oké, okay, welke behoeften hebben jullie? Hmm. En dan gaan wij als gemeenteraad en uh, de vooruitgeschoven post, uh, het college van uh, BMW, die, die gaan dan de dingen doen die nuttig zijn voor inwoners. Ja. Maar hier wordt het weer omgedraaid. En dat is natuurlijk wat we voortdurend ziet, ja. zien, vanuit landelijke uh, bewegingen, misschien zelfs internationaal. Mm -hmm. Dat er agenda's op tafel gelegd worden. We zien dat ook bij de energiestrategie. Dat er in regio's gewerkt wordt. Er wordt een uitrol bedacht. Uh, klimaatagenda, nou, we hoeven niet te veel uh, 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 erbij te halen. Maar ja. wat er wel uh, de rode draad is, is dat uh, er een agenda is, een idee is van mensen, in ieder geval niet inwoners van Apeldoorn ja, zijnde. De bestuurlijke klasse? Uh, nou ja, ik weet niet welke Lagen. klasse dat dat is. Hè? Ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, mensen zijn die wij in ieder geval niet kennen, laat ja. ik het zo ja. uh, zeggen. En uh, ja, onbekend maakt onbemind. Mm. He, dat was ook in dat stukje van uh, meneer Winia zo. He, dat je dus op een gegeven moment uh, ziet dat Apeldoorn in een rijtje staat van het zogeheten World Economic Forum. Waar ook heel veel vraagtekens bij te zetten zijn. Ja. En dan denken we van ja, wie zijn die mensen? Om het zomaar eens te paraphraseren. Mm -hmm. en, en wat hebben we daar eigenlijk mee uit te staan? Ja. Waarom doen wij dit eigenlijk? Ja, ja. En waar is het belang van de burger inderdaad? Ik, ik, dit is overigens wel een trend die ik al, al langer meen op te merken. Hè, dat dit soort uh, besluiten uh, vrij autocratisch worden genomen. Waarbij de burger zelf als een soort lastig sluitstuk van, uh, van de overwegingen wordt gezien. Uh, dit is wel een trend die ik meen op te merken? Zie je dat ook op lokaal niveau? Um, ja, wat wij zien is dat landelijke partijen. Voor een groot deel de dienst uitmaken in een gemeente. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het principieel onjuist, überhaupt, dat een landelijke partij in een gemeenteraad zit. Want die heeft daar niets te zoeken in mijn mm. beleving. Nee. We zouden een gemeenteraad zou bevolkt moeten worden door lokale partijen. Want ja. het gaat over inwonersbelangen. Ja. En landelijke partijen die kunnen prima in de Tweede Kamer hun ding doen en mm. daar de wetten maken die ze maken. Mm -hmm. Eh, maar wat we zien is dat dus de afdelingen van de landelijke partijen de scepters waaien in bijvoorbeeld ook de gemeente Apeldoorn. Mm -hmm. En dan de neiging hebben, laat ik het voorzichtig zeggen, mm -hmm. eh, om de, de ideeën die uh, uit, uh, zoals ik het dan zeg, New York, Parijs en Den Haag uh, komen, om die dan uit te rollen in ja. zo'n zo gemeente. Meer meer, inwoners... is dat min of meer in opdracht dan van, het, uh, van het, uh, de landelijke politieke partijen, is daar een soort uh, dwingende verbinding? Nou, dwingende verbinding. Kijk, er is natuurlijk nationale wet een regelgeving, ja. hè, en regelgeving. En die komen natuurlijk ook wel ja, in maar de Maar Ik bedoel als het gaat over de ideologieën van de partij, ideologieën, partijprogramma's en dat soort zaken. Bijvoorbeeld de VVD-afdeling in Apeldoorn. Is die gehouden aan het landelijke uh, ja, programma van, van, van de VVD in Den Haag? Of? Nou ja, goed. Kijk, dat, eigenlijk moet je die vraag niet aan mij stellen, maar ja. aan de VVD. Ja. Maar um, het is wel zo dat dus de ja. regelgeving die uit Den Haag bijvoorbeeld komt... Uh, ja, een invloed heeft, ik denk voor 80%, ja. hè, dat we eigenlijk maar 20% zelf kunnen bepalen in een gemeente. Ja. Okay. En dat, het heeft de neiging dat dat ook toeneemt. En je ziet ook bijvoorbeeld de gemeenten samen binnen de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... die proberen ook een vuist te maken tegen Den Haag... Om, om aan te geven van joh, die gemeente die staat veel te veel onder druk... Ja. En uh, van, van allerlei landelijke ambities die er zijn. Hè? Ja. Ik hoef alleen maar het klimaatverhaal ja. neer te leggen: het stikstofverhaal neer te leggen. Ja. Hè? Dan, dan zie je al dat het aan alle kanten wringt. En dat betekent dat inwoners eigenlijk een beetje achteraan komen. Mm -hmm. Je gaf het net zelf al een beetje aan dat je het idee hebt van, goh, ziet die overheid zo'n inwoner of zo'n groep inwoners nog wel als de partij waar zij voor ingehuurd zijn mm -hmm. om het leven wat makkelijker te maken? Of zijn inwoners maar gewoon een soort lastig bijverschijnsel die we ja. ergens in een ja. soort participatieproject traject. Ja. Uh, ja. Euh, moeten zien tevreden te stellen. Daar lijkt het wel meer op. Uh, althans, een trend die richting uh, op te gaan. En dat is op zich natuurlijk zorgelijk. Wij dus nou, verzetten ons daar tegen ja. als gemeentebelangen. Kijk, ja. er zijn 400 gemeentebelangen in uh, Nederland en Vlaanderen, zeg ik wel eens. Hè. Dan heb ik ook de onsbelangen en de dorpsbelangen, uh, die tel ik allemaal bij. En wat je ziet is dat die inwonerspartijen, die, die geven stem... Aan uh, inwoners die in de knel komen door dit soort uh, regels. Mm -hmm. En uh, je ziet ook dat, dat gemeentes het financieel steeds lastiger krijgen. Mm -hmm. Ik hoef het alleen maar te hebben over het hele sociale domein, ja. wat helemaal geparkeerd is bij gemeentes. Een ander enorm probleem wat eraan komt is de omgevingswet, wat miljoenen gaat kosten, waar wij als gemeentebelangen ook grote zorgen over hebben. En dan praat je dus over een wetgeving op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen. Dus dat is een heel groot uh, omvangrijk terrein. Mm -hmm. En ook daar zie je een vergelijkbaar patroon. Dat er gewoon uh, ergens in Den Haag, laat ik het allemaal zo zeggen, iets bedacht wordt. En dan kunnen wij in de gemeente kijken hoe we daar dan mee omgaan. Terwijl ja. we dus nu al zien dat bijvoorbeeld de ICT-achterkant van zo'n omgevingswet, dat, dat dat aan alle kanten rammelt en mm -hmm. nogmaals, tot hele grote problemen gaat uh, leiden. Ja. Ja, je noemde net al even de financiële kant. Hè? De, even terugkomend op die, die witte kastjes. Er is, dus uh, is in ieder geval een samenwerkingsverband uh, aangaan. Ik heb begrepen dat het een Oostenrijks bedrijf uh, betreft. Ja, de, de partij die ze hiervoor ingehuurd hebben, die, uh, ja, dat, is, dat is een kwestieuze partij. Dat durf ik toch wel te zeggen. Ja. Uh, er, er zou onderzoek naar gedaan worden door, uh, door de wethouder en zijn ambtenaren. De uitkomst daarvan is, is in ieder geval stelt mij niet heel erg hoopvol. Uh, ik geloof dat de firma in Liechtenstein is ingeruild voor een, een andere firma in, in Zwitserland. Het klinkt erg vaag allemaal. Ja, ja, ja. En wij vinden sowieso als gemeente dat als je zoiets doet... dat je dan daar bij voorkeur Apeldoornse bedrijven voor zou moeten inschakelen. Ja, ja. En niet een bedrijf met een mistige eigendomsgezin. Is er ook nog gemeenschapsgeld bij betrokken bij dit project? Of is het puur een verdienmodel voor dat bedrijf? Of hoe zit het in elkaar? Want dan moet er moet natuurlijk ook wel een financiële, aspect, een financiële kant aan zitten. Nou ja, kijk, Apeldoorn heeft een infrastructuur in de vorm van die... Land Aanpalen mm -hmm. en die geven zij uh, af, om het zo maar te zeggen, aan dit bedrijf okay. om daarmee te doen wat zij willen. Ja. En dit bedrijf geeft al aan aanzienlijke investeringen te gaan doen in die infrastructuur. Nou, mm -hmm. Uh, komt de gedachte naar boven dat ze daar dus ook aanzienlijke bedragen mee zullen gaan verdienen. Ja, want waar uh, maar komen de gemeente... die meeste vandaan? Dan, waar is het verdienmodel hierachter? Is dat is onhelder. is onhelder. Dat ja, is, daar is kan onhelder. Daar kan niemand ook iets over vertellen. Nee, kijk, je ziet twee dingen. Dat dus de gemeente het idee heeft van nou, het is wel mooi, want dan investeren zij, hoeven wij het niet te doen. Ja. Uh, en dat wordt dan verkocht door de wethouder van nou, dat is leuk, want dan krijgen we allemaal uh, wifi. Hm. Uh, uh, maar um, ja, het hoe en het waarom. Uh, Blijft vaag. Oh. En uh, zeker als je dan vragen stelt en je krijgt als antwoord dat het uh, alleen maar. Uh, aan een bedrijf is om, om daarmee om te gaan. Hè. Ja. Ook als je praat over bijvoorbeeld AVG-regels, privacy inbruiken, ja, dat ja. soort zaken. Hè. Mensen hebben ook last van, en geven dat nu ook al aan, van, van, van storingsgevoeligheid in hun, in hun huis. Hè. Ik kan niet overzien uh, hoe, hoe substantieel dat is. Maar in ieder geval in ja. de beleving van mensen leidt dit tot heel veel onrust in de samenleving. Ja, ja, nou, ook omdat het natuurlijk allemaal zo onduidelijk is. Hè. Ja. We weten niet wat er in de kastjes zit, we weten niet. Waarvoor het precies bedoeld ja. is, behalve dan dat het uh, bijdrage moet leveren aan de connectivity, zeg maar, die noodzakelijk is in een smart city. Uh, maar wat voor technologie er wordt gebruikt? Is het 5G? Hoe sterk zijn de ja. zenders? Uh, dat bedrijf uh, is dat alleen degene die de kastjes ophangt, of gaan die ook die ja. kastjes vullen met de technologie? En uh, waarvoor gaat die technologie dan vervolgens gebruikt worden? Uh, en waar komt uiteindelijk dan de opbrengst van, van vandaan? Ik ja. bedoel, um, Iemand moet het financieren uiteindelijk. Er is, uh, ja, je ziet hier, er is geen voldoende onderzoek gedaan naar gezondheidsaspecten. Er is onvoldoende gecommuniceerd met inwoners. En we hebben dan ook nog te maken met een uh, bedrijf waarvan niet helder is hoe de eigendomsverhoudingen lopen. Ja, ja voor gemeentebelang is dat voldoende om te ja. zeggen dat we hier gewoon acuut mee moeten stoppen. Ja, dat lijkt me ook. En als je dus nu ziet dat het tot zoveel uh, commotie leidt in de samenleving, ja. ja, dan moet je daar gewoon wat mee doen als ja. gemeentebestuur. En ja. wij vinden het dus ook heel erg... Uh, is zo'n contract dat dat is zo contract Als daar een handtekening staat, dan zou zo'n bedrijf ook kunnen zeggen we, ja, sorry, maar daar uh, had je er beter over na moeten denken. Er trekken, is of? natuurlijk gewoon een, een uh, civiel contract. Ja. Hè? Dat betekent dat het ook nagekomen moet uh, worden. Ja. Natuurlijk is het wel zo dat we als wij in de volgende uh, ronde naar de gemeenteraadsverkiezingen in het college zou uh, komen te zitten, dat je kunt kijken van kun je dat uh, openbreken. Mm -hmm. Or, uh, uh, wat voor clausules staan daar uh, over in dat uh, contract? Mm -hmm. uh, hè? Want ook dat is nog niet uh, helemaal helder, hoe dat contract eruit ziet. Um, maar in, de, in principe is het altijd zo... als de overheid uh, een overeenkomst sluit... Ja, dan moet je dat ook, ook nakomen. Ja. En dat willen we ook. Hè, ja. een betrouwbare overheid, zeggen we dan. Uh, maar als je natuurlijk uh, voortschrijdend inzicht uh, krijgt... Ja, dan moet je er ook weer vanaf uh, kunnen. En als je ja. van aanvang al uh, verkeerde beslissingen neemt... of in ieder geval beslissingen neemt... waarvan je toch op je vingers kunt natellen... dat het gewoon uh, tot hele grote problemen leidt. Ja. Dan, dan Want, Wat is het grootste probleem waar het hier toe leidt? Is, is dat de onrust onder de inwoners van Apeldoorn? Of eh, wat, wat zie jij als het grootste probleem? Ja, wat ik zelf als grootste probleem zie. Hè, en Ik zei net al. Uh, geme kijk, gemeentebelangen uh, heeft zichzelf omgedoopt in GW Apeldoorn. Ja. om aan te geven dat het gaat bij ons om grondrechten en burgerbelangen. Mm -hmm. En als ik het heb over deze witte kastjes, dan is voor mij een kernprobleem de inbruik op grondrechten. Ja. En dan praat ik over het recht op persoonlijke levensfeer. Ja. En dan praat ik dus over het recht om gevrijwaard te blijven... ...van straling in je huiselijke privésfeer. Ja. Als, je dat, als je dat wil en als ja. je daar wellicht last van ja. hebt. Kijk, en uh, ik heb ook al gezegd dat als je dit soort ambities hebt... ...en je wil dit soort technieken uh, uitrollen... ...ja, dan moet je gewoon in de regio kijken naar bedrijven. Of in ieder geval Nederlandse bedrijven. Mm. In ieder geval bedrijven die uh, een duidelijke eigenaarsstructuur hebben... Ja. En en dus waarom, waarom gekozen voor zo'n ja, vaag uh, buitenlandse... Nou ja, dan druk? krijg je als antwoord van... nou ja, daar waren geen andere partijen. Hmm. Hè, en anders hadden we het niet moeten doen... en hadden we het niet kunnen doen. En ja. we hebben juist een idee en een ambitie... om juist vooruit te, te hmm. willen lopen. Maar dat zijn politieke keuzes. Ja. En die politieke keuzes zijn dus nu gemaakt... door uh, de collegepartijen. Dat zijn hmm. de landelijke partijen, maar ook de grootste uh, lokale partij Waarvan wij het ook als gemeentebelangen... heel uh, ja, apart en naar en vervelend vinden... dat zij de, eigenlijk... Puur op de lijn gaan zitten van de nationale partijen. als het gaat over de uitrol van dit soort grote. Uh, ja, smart city trajecten. Want wij vinden echt dat we veel meer naar inwoners moeten luisteren. Ja, ja. Wat, 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 wat kan de gemeente in dit geval nou het meest aangerekend worden, vraag ik me af. Is, is het nou uh, gebrekkig uh, research? Uh, of te weinig inlevingsvermogen? Of spelen hier andere belangen waardoor het gewoon doorgedrukt zou moeten worden. Heb je, heb je daar een idee van? Nou, dat laatste is natuurlijk een neiging die probeer ik te, te, te ontdrukken... maar het ligt ja. er wel heel dik uh, bovenop natuurlijk. Ja, waarom probeer je het te ontdrukken? Nou onder... ja, kijk, als je, als je kijkt naar uh, ja, waarom willen we dit, waarom doen we dit? Ja. Uh, Oké, okay, we hebben een ambitie, er moet een infrastructuur komen. Nou, van wie moet dat dan? Ja. Uh, uh, dan ga je dus vervolgens eerst kijken van met wie gaan we in zee... Ja. Nou, dat is allemaal in ons beleving onvoldoende gebeurd. Ja. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, ja, dan krijg je uh, een, een onontkoombaar idee dat hier toch iets, iets groters aan de hand is. Mm. En dat, dat het niet per se slordigheid is. En dat Apeldoorn dan kennelijk hier uh, een piketpaaltje moet, uh, moet uh, slaan. Ja. Ik kan me ook voorstellen, zeker het onderwerp uh, straling en privacy, zijn twee onderwerpen die natuurlijk op dit moment behoorlijk actueel zijn. Mm. Ja, aan de ene kant de gezondheidsschade van uh, mogelijke straling. Mm -hmm. Het is nog onbekend natuurlijk mm -hmm. wat voor technologie hier wordt gebruikt. Dus het is nog maar een mogelijkheid. Zie ik dat goed? Nou, je praat hier over zorgvuldigheid van uh, bestuur. Ja. En in, in, uh, ja, in mijn beleving is het gewoon niet zorgvuldig. Nee. In, in allerlei aspecten niet. Hè? Zowel ja. niet qua uh, van tevoren uitzoeken waar je mee bezig uh, gaat. Uh, niet op het gebied van uh, communicatie met je inwoners. Ja. He, niet goed kijken met wie welke counterparts heb je nou te maken met welke uh, partijen gaan we nou in zee mm -hmm. uh, allemaal niet en toch gebeurt het ja. en dan denk je van ja wat, wat inderdaad wat zit hier dan achter ja. en dan heeft, hebben we een wethouder nota bene die expliciet verwijst naar de uitspraken van uh, destijds staatssecretaris Mona Keizer He, die zegt van nou 5G gebruiken wij uh, voor crowd control ja. nou als je die uitspraak even uh, zet tegenover de ideeën die er nu komen... over zo'n uh, World Economic Forum... en over allerlei uh, uh, ja, witte kastjes die er nu zijn... Ja. Ja, dan krijg je wel een heel ongemakkelijk gevoel. Ja. En, en dan, uh, ja, dan hebben we echt het idee dat, uh, dat we verkeerd bezig zijn. Ja. En, en we zouden echt als gemeente hier denk ik een, een streep moeten trekken... om te zeggen van nou inderdaad pas op de plaats maken. Mm. Kijken welke schade uh, vloeit hieruit voort. Als we nu zeggen helaas... Uh, Dames en heren, waar we de overeenkomsten mee gesloten hebben. We stoppen ermee. Ja. Want we gaan eerst weer terug naar de tekentafel en kijken of dit nou wel zo verstandig nou, wat is. Wat zou er voor nodig zijn om, uh, om dit, uh, nou ja, op zijn minst uh, even in de koelkast te zetten en pas na. Uh, Degelijke overwegingen en degelijk overleg met, uh, met uh, de gemeente of met de bevolking van, ja. van door Misschien weer een nieuwe opstart te geven als iedereen overtuigd is van het voordeel. Maar wat zou er voor nodig zijn om. om, om nou ja, het... Wat er natuurlijk in eerste plaats uh, voor nodig is, is dat er uh, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met Lef wordt gekozen. Ja. Uh, uh, www.kiesmetlef.nl. Dat is ook uh, de website waaraan wij onze verkiezingen uh, hmm. uh, ophangen. En dat betekent, als je met Lef kiest, dan uh, is het onontkoombaar om voor gemeentebelangen te kiezen. Want op het moment dat wij met een grote fractie in de gemeenteraad zitten, mm -hmm. ja, dan, dan gaan we gewoon heel strak letten op dit soort zorgvuldigheidsaspecten op grondrechten en burgerbelangen. Ja. Dus dat is een beetje misschien een plat electoraal antwoord, maar dat is wel wat het is. Want ja. we moeten wel als inwoners ons ook realiseren dat we hier ook een, een taak hebben te verrichten. Je kunt zeggen van, we willen het allemaal niet en we gaan... Ja. Uh, verveling doen over die kastjes en, en allerlei discussies voeren. Maar je kunt gewoon op 16 maart uh, ja. stemmen. Ja, oké. Okay. Je stemt met je. Of je ja, ja, je hebt invloed met je. met je potlood. Zeg maar. Ja, in principe ja. wel. mogen we toch aannemen. Ja. Hè? Er zijn natuurlijk ja. ook allerlei ideeën over. Uh, van hoe gaan wij nou om met onze lokale uh, democratie. Uh, maar dat is natuurlijk. Uh, en ik begrijp als mensen zeggen. van joh, we gaan niet meer stemmen. en we hebben geen gevoel meer bij die politiek. en het, uh, het is allemaal maar. Uh, ja, gebakken, lucht enzovoort. Ik begrijp dat allemaal. Ja. Uh, maar het is wel belangrijk om, om hier een heel duidelijk signaal neer te leggen. Nou, dat ik denk dat het op lokaal niveau ook makkelijker is dan op landelijk niveau. Hè? Uh, omdat je op lokaal niveau dichter bij de bestuurders zit. Ja, nou ja, het gemeen, de gemeenteraad is het bestuur, hè, zoals ja, ze dat precies, zo mooi ja. zeggen. Hè, en we hadden nu. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk wel een college die in de uitvoering zit, zou ik maar zeggen. Maar de gemeenteraad is wel in de lead. Nou, als je kijkt naar deze overeenkomst, die is natuurlijk wel gesloten door een, een wethouder, onderdeel uitmaakt van een college van, uh, van BMW. Maar uiteindelijk is hier ook een gemeenteraad geweest die uh, dit allemaal heeft uh, omarmd, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. Uh, alle Collegepartijen, GroenLinks, D66, CDA, lokaal, Apeldoorn en de VVD. Hm. Allemaal staan ze hier uh, achter. Hm. En op het moment dat gemeentebelangen dan zegt van. Nou, uh, laten we eens kijken naar de belangen van onze inwoners. en de vraagtekens die daarover reizen. Hm. en er zijn overigens nog een paar andere partijen in de, in de raad die daar ook uh, meer technisch vragen over gesteld hebben. ja, dan, dan uh, geeft men onvoldoende thuis. Het is ja. wel zo overigens dat de wethouder mij nog benaderd heeft. om te zeggen van, joh, ik wil nog wel een keer met je in de slag. om het nog beter uit te leggen, hè, want misschien snap je het niet helemaal. Hè, maar als ik hier neerleg van hoe principeel wij erin zitten, hè, dat we dus echt vinden dat hier die grondrechten uh, onder vuur liggen, hmm. ja, dan vraag ik me af wat hier nog verder aan uit te leggen uh, valt. Ja. En dan, uh, dan doe je met name op die grondrechten, uh, de, het grondrecht om je in bescherming te nemen tegen mogelijke straling. En de andere kant grondrecht uh, op privacy. Zijn dat de twee nou ja, woorden? privacy ook. He? Dus uh, je praat dan vervolgens even los van die grondrechten... ook over de burgerbelangen En dan trek ik hem even door naar het draagvlak. He. Dus dan zeg ik van oké, okay, is hier uh, wel overleg met de inwoners... Uh, over het nut en noodzaak van wat we hier aan het doen uh, zijn... Ja. Is, is, hoe groot is de onvrede onder de van Apel, inwoners van Apeldoorn. Is, is dat iets wat heeft het tot protesten geleid? Heeft het tot, Ik uh... denk dat heel veel mensen zoiets hebben van nou, het is een beetje een verf van mijn bed show. Ja. Het is wel zo dat mensen zich wel zorgen maken en die signalen bereiken ons ook. We hebben in Apeldoorn hebben we een werkgroep 5G. Die, en dat zijn ook mensen vanuit andere politieke achtergronden, Partij van de Dieren, GroenLinks, noem het maar op. Hmm. Die, die ook kritisch zijn ten aanzien van dit soort situaties. Is. En uh, ja, die signalen krijgen we ook uh, binnen. Uh, dat mensen zeggen: van nou goed dat jullie dit in ieder geval aan de orde stellen. Okay. En, en, en goed dat jullie toch proberen om hier nog een keer een, een streep uh, te trekken. Het is uh, opmerkelijk dat jullie dan als enige partij, zeg maar lokale partij, hier dit echt adresseren. Um, nou, waarom... uh, ik denk dat in Nederland. er zijn ja. meer partijen in gemeenteraden, nou, ik, lokale partijen zo, zeker, op het zeker. algemeen. Ja. Maar in Apeldoorn bedoel ik. In Apeldoorn uh, ja, zijn de lokale, uh, hè, er is nog een, een, een vrij nieuwe lokale partij die hier ook vragen over gesteld okay. uh, heeft. Uh, maar dat is inderdaad, het moet wel uit die hoek komen, kennelijk. Ja, ja, ja. Hey, want inwonersbelangen zijn kennelijk beter uh, in, in betere handen bij uh, inwonerspartijen dan bij landelijke partijen. Ja, ja nou, die hebben natuurlijk ook minder uh, verantwoording af te leggen aan de Haagse politiek, denk ik, hè? Uh, inwonerspartijen ja. hebben natuurlijk met name verantwoording af te leggen aan de inwoners nou, van de inwoners, Ja, logisch. Ja. En uh, ja, het kan zo zijn dat inderdaad landelijke partijen wat meer uh, in het systeem zitten: van goh, uh, dit moet van Den Haag. Ja, hè? Ja. Maar ja, ik denk dat de individuele raadsleden gewoon ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken, van welke signatuur ze dan ook uh, zijn. Want ja, Ik denk ja. dat het heel belangrijk is om goed uh, je te realiseren dat als je uh, zoiets. Groots uitrolt hè, van zo'n smart city. Mm. We hebben net weer een heel mooi rapport voorbij zien komen over dat 5G in Apeldoorn en waarom dat allemaal zo belangrijk is enzovoort enzovoort. Mm. En dan wordt er ook gezegd: ja, gemeentebelangen zijn jullie dan niet voor vooruitgang? Nou ja, dan zeggen wij van moest goed luisteren. We zijn nu aangehaakt bij een uh, initiatief van het uh, Amsterdam Science Park op het gebied van uh, Lifi, LiFi. Dat betekent dat je dus met lichtsignalen data gaat versturen. Zeer innovatief geen stralingseffecten, ook veel veiliger. Mm -hmm. Dus wij vinden echt dat we veel innovatiever nog bezig moeten zijn dan met relatief oude wetse technieken als zo'n 5G, wat een eigenlijk een militaire toepassing origineel is mm -hmm. van korte range straling, zal ja. ik maar zeggen. En ik zei net al iets over Mona Keizer en haar verhaal over die crowd control, mensen die uh, worden gewoon <coughs> uh, beïnvloed door die straling. En die kun je aanzetten, die kun je uitzetten. Nou, allemaal dat soort uh, verhalen. Ja. Dat zijn geen uh, zaken waarvan wij zeggen dat uh, moeten we licht uh, opnemen. Nee, Dan... nee, er is nog flink wat discussie over natuurlijk. Over de mogelijke schadelijkheid van, van 5G. Sommige partijen zeggen: ja, luister, dat is er is onderzoek naar gedaan. En ja, het is veilig hoor. Uh, maar dat neemt uh, de. De onrust toch niet helemaal weg, heb ik, uh, heb ik wel gezien. Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen: je kunt dat bagatelliseren, ja. maar je kunt natuurlijk ook zeggen van waarom zou ik in mijn woning moeten accepteren dat ik die straling heb. Ja. Even is los, die, is of, die niet ook al is die niet schadelijk. Ja. Ja. Net zo goed als je niet hoeft te accepteren uh, dat, is je, een vrije dat, keuze. dat je bepaalde uh, geluid of uh, uh, andere zaken exact. in je woning En, eh, en we geluid. hebben het vaak in Nederland over artikel 1 van de grondwet. Ik kijk ook heel graag naar artikel 1 van het burgerlijk wetboek. He, waarin uh, ook duidelijk staat geformuleerd dat wij uh, een aantal rechten en vrijheden hebben. en ook uh, gevrijwaard mogen blijven, in mijn beleving. Hmm. van uh, inbreuk op, op grondrechten. Ja, ja. Je bent zelf jurist van achtergrond. Hè? Dat is correct. Uh, in hoeverre denk je dat uh, zoiets. stel dat een, een, een groep uh, uh, Apeldoorners zich uh, verenigt. en zegt van we stappen naar de rechter. In hoeverre heb je een kans uh, om uh, zo'n project te blokkeren? Um, ja, er is natuurlijk een overeenkomst gesloten. Ja, maar niet uh, met, uh, met uh, probleem... instemming van de bewoners nee, uh, nee, die klopt, dit uh, klopt. Uh, moeten verduren. We daardoor. hebben in Nederland geen mogelijkheid om dit soort zaken ja. bij een rechter neer te leggen. Een constitutioneel hof, uh, die toetst aan grondrechten, <laughs> dat hebben we niet. Nee. En dat betekent ook dat zolang we niet wetgeving hebben... en ik kijk ook met name recht naar Den Haag, want mm. we moeten hier wetgeving over ontwikkelen... Uh, om inwoners hierin te beschermen in dit ja. uh, grondrecht. En zolang we dat niet hebben, eh, zouden we eigenlijk als gemeente moeten zeggen: wij, wij, wij gaan hier niet mee verder. Ja. En uh, dus, dus wat dat betreft uh, ja, uh, kun je natuurlijk naar de rechter stappen. Uh, als er een bestuursbesluit is, kun je natuurlijk in de bestuursrechtelijke kolom uh, aan de gang. Ik, ja. ik zeg altijd bestuursrecht, dat, dat is het huishoudelijk reglement van de overheid. Dat vind mm -hmm. ik geen recht. Mm -hmm. uh, maar andere mensen denken daar weer anders over. Ja. Uh, je kunt naar de, naar de burgerlijke rechten op het moment natuurlijk dat jij in een burgerlijke recht wordt aangetast. Ja, nou, als je dat schade is, leidt. De schade, hè? dus dan zou je inderdaad langs die weg. Maar dan moet je dat dus ook aantonen. Mm. We hebben net al aangegeven dat dat er een heel lastig verhaal ja, is. Ja, hoewel er wel rechters zijn die stralingsschade hebben. hebben ja, ook uh, al op het gebied van 5G. Dat, ik, zijn er al uitspraken? Er over? zijn uh, mensen die, die, die daar, die daar uh, van de rechter gelijk gekregen okay, hebben. Okay. En die dan uh, ook, ook uh, ja, de volgende stap uh, gaan zetten, namelijk naar de gemeente. Eh, aankloppen eh, om te zeggen van ja, we maken ons huis stralingsvrij. Ja. Eh, dus daarvan zeg ik ook van ja, maar dan betekent dat dus, dat komt op de collectieve uh, begroting. Ja. Eh, dat betekent dat ik dadelijk uh, en u, uh, of in ieder geval de Apeldoorners... meer OCB moeten gaan uh, betalen ja. om, om uh, huizen stralingsvrij uh, te maken. Ja. ja, dat is toch een beetje het paard achter de wagen uh, spannen. Ja, uh, uh, ik. Uh, ja, ik denk dat... niet dat we die kant op, uh, op moeten. Nee, nee. Uh, kennelijk is erop gespeculeerd dat dat niet zal gebeuren. Ja, wellicht. Het lijkt niet meegenomen te zijn in de overwegingen. Ja. Of er is op gespeculeerd dat uh, burgers die die route willen, willen gaan lopen uh, daar uh, geen succes in zullen behalen. Nou ja, het zou natuurlijk wel heel cynisch zijn van een overheid die zegt van nou we gaan even de kansen bekijken van gaan de procedures volgen van inwoners tegen ons beleid en op die basis wel of niet dingen doen. Ja. Zo cynisch ben ik nog niet, misschien idealistisch nog te veel, maar ik vind echt dat we gewoon zorgvuldige bestuursbesluiten moeten nemen. En ja, met ja, meeweging van de burgerbelangen dus. Uiteraard, ja. want als je dat dus niet doet, dan ja. krijg je dus inderdaad procedures. Ja. En ik zeg altijd, op het moment dat wij als gemeente procederen tegen inwoners, ja, dan laat dat zien dat ons democratische uh, spel, om het zo maar te zeggen, niet werkt. Ja, je staat dan tegenover elkaar in plaats van voor elkaar. Exact. En uh, ja, als gemeentebelangenpartij krijg ik soms ook wel eens de vraag van, goh, zijn jullie dan van de gemeente? Ja. Hè? En, en dan zeg ik wel eens van, nou oké, okay, wij zijn de gemeente. Hè? Hmm. Met andere woorden, inwoners, realiseer je dat je de gemeente bent? Ja. En dat je dus ook in dat kader moet, moet handelen en daarna moet kijken. Maar we zien tegelijkertijd natuurlijk dat een overheid zich steeds meer tegenover inwoners is gaan opstellen. Ja. En het inwoners echt het idee hebben dat die gemeente of een rijksoverheid dat dat een soort met vijand is geworden. Ja. En dat wordt ook gevoed, dat hele idee dat het zo is, door regels die mensen gewoon helemaal niet meer snappen. Ja. En door dit soort acties. En door dit soort acties die niet dienstbaar zijn aan inwoners. Of in ieder geval uh, het vermoeden opwekken dat dat niet het geval is. Nou, je moet volgens mij is het nog niet helemaal zeker. Hè? Je moet gewoon in communicatie met je inwoners. Dus ja. je, de... de, de, de de volgorde en de route is, is verkeerd. Je kunt best hele leuke ideeën hebben. En mm. misschien deugt het ook allemaal nog wel. Ja. Hè? Maar als je niet in communicatie met je inwoners gaat. en mm. dat je niet snapt dat je dingen die je doet, dat je die doet voor de inwoners. Mm. en niet vanwege een of ander hoger doel. dan, dan ben je, uh, ja, wat mij betreft, een dat... de plan Dat ja, Compleet mis. Ja. Ja. Er zijn volgens mij toch ook meer dan genoeg mogelijkheden om dat te doen. Je hebt toch je, je lokale uh, bladen, neem ik aan, waar, uh, waarin je dat kunt communiceren. En ja. Dus het is niet zo dat het ontbreekt, volgens mij, aan het moment. Lo ja, lokale bladen, dat is dan weer een heel mooi uh, onderwerp. He, want de vraag is natuurlijk van in hoeverre de onafhankelijke journalistiek nog voldoende, in voldoende mate bestaat. Ja. En daar kun je soms ook nog wel eens een keer een vraag tegen stellen. niet alleen bij op, op lokaal niveau, maar dat is op internationaal <kwijnt> niveau. Nou ja, dat, kunt... dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ja. He, uh, waar je misschien ook naar kunt kijken... is naar uh, de inspraakstructuren die we hebben. In bijvoorbeeld in Apeldoorn hadden we de wijken- en de dorpsraden. Nou, daarvan uh, is ook uh, onder aanvoering van landelijke partijen gezegd... van nou, laten we dat maar uh, aan de kant gooien. En laten we uh, alle stakeholders, uh, alle belangengroeperingen... maar over één kam uh, scheren. En als je een idee hebt... Dan willen we daar ook nog wel eens een keer geld voor uittrekken. Mm -hmm. Met als gevolg dat dorpsraden en, en wijkraden. Nou, heel veel wijkraden die zijn zelfs, hebben zichzelf opgeheven. Want die hebben het idee van nou, we hebben niks meer te doen. Nee. Nou, dorpsraden die kun je niet opheffen, want die zijn al hartstikke oud. Mm -hmm. Hè? Maar die hebben ook het idee dat ze niet meer voldoende betrokken worden bij de besluitvorming. Nou, terwijl dat een hele logische gesprekspartner is. Ja. Dus zo zijn er in zo'n zo samenleving allemaal structuren. die je gewoon kunt gebruiken om het gesprek mee aan te gaan. En als je dat niet doet... en zomaar inderdaad die wit kastjes uitrolt... dat mensen het idee hebben van... hé, hey, wat gebeurt hier nou ja. allemaal? Dan, 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 uh, ja, dan, 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 dan organiseer je eigenlijk je eigen weerstand. En ja. dat is echt serieus iets wat ik echt niet begrijp... als je dit soort ambities hebt... Mm -hmm. dat, je, dat je dit soort weerstanden gaat organiseren... Ja. Tenzij je zegt van oké, okay, het maakt me niet uit. Of nou ja, dan, uh, dan moet je wel heel autocratisch worden. Uh, dat, hè? Want... dat is heel cynisch en ja. dat is heel top-down geredeneerd. Ja. En met name vanuit een uh, lokale partij die dit dus kennelijk nu uh, uitrolt... Ja. Uh, had ik dat helemaal niet verwacht dat ze, ja. dat ze die kaart zouden gaan trekken. Ja, uh, ja het, is, het is onbegrijpelijk. Ja. T, 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 er lijkt bijna een soort van arrogantie vanuit te gaan. Zo van, we zijn onaantastbaar of iets dergelijks. Eh, ja, of we hebben het idee van, goh, iedereen vindt het allemaal wel best en ja. geweldig. En we moeten allemaal door. En ja. we rijden allemaal in elektrische auto's. En uh, we gaan allemaal uh, dadelijk ja. met onze QR-code uh, een borrel drinken. <tie> ja, 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 ja. Hè, dat is, het is allemaal het idee van de Internet of Things. Alles communiceert met elkaar. Ja. En, en de, de, de artificial intelligence en de, uh, de, de algoritmes die bepalen gewoon ons leven. Ja. Nou, lekker makkelijk, hoeven we niet meer na te denken erover. Ja. Over. Ja, als inwonerspartij van gemeentebelangen ja, zijn wij hier echt helemaal warst van. En ja. zeggen we gewoon van: Nou, wij willen gewoon dat mensen zelf in de lead blijven ja. van hun eigen leven en hun ja. zelfbeschikkingsrecht blijven houden. En, en juist uh, bediend worden door een, door ja. een overheid. Ja. Die, uh, die Ik kan me het uh, wel voorstellen, maakt. want de samenleving wordt natuurlijk technisch ook steeds ingewikkelder. Die technologieën, wie begrijpt ze nog precies? Uh, en dat mensen zoiets hebben van: Ja, weet je, het, ik, ik zie het wel, zo mijn tijd. Geef mij een maar een vind ik nou ja, dat-expert. Uh, uh, um... Of je door de hond wordt gebeten, of door de kat wordt gebeten, ja. dat soort verhalen, ja. uh, dat is ook zo. En ja. het is ook heel complex en het is ook heel moeilijk. En we hebben voortdurend slagen te maken, ook op het gebied van communicatie. Ook binnen onze partij, buiten onze partij, met de inwoners. Want het is echt heel lastig. Nou, als je dan ook nog eens een keer voorbij gaat aan, aan de meest fundamentele, uh, basale uh, communicatie met je inwoners. Ja. Ja, dan, dan organiseer je nog meer afstand en nog hm. meer weerstand. Ja, je ziet dat, het is, het is ook wel een trend. Er lijkt ook op landelijk niveau uh, een grotere afstand te, te komen tussen uh, uh, de bestuurlijke lagen mm -hmm. en de bevolking. Um, ja. Als je, je kijkt naar recente uh, polls, bijvoorbeeld, die ik zag in de landelijke dagbladen. Uh, over uh, het vertrouwen in het nieuwe kabinet. Hè. Dat, is, dat is, ik geloof, historisch laag. Minder ja. dan 10% ja. van de Nederlandse bevolking heeft daar nog, uh, nog vertrouwen in. Ik denk, nou goed, het nieuwe kabinet is uh, niet echt anders dan uh, structureel anders dan het vorige. Dus voor het volgende zou het ook wel gelden. Uh, maar desondanks uh, zie je geen kentering. Uh, uh, misschien een... ben ik te idealistisch. Ik vind echt, en ik denk dat juist de lokale partijen daar een, een, een hele belangrijke rol in gaan spelen. Mm. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om op een lokale partij te stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mm. Omdat de inwoners uiteindelijk in de gemeente aan, de, aan het stuurwiel moeten trekken. Ja. Op het gaspedaal uh, moeten, moeten uh, duwen en op de rempedaal waar nodig. Um, en... Uh, de, de enige manier om dat vertrouwen weer te herstellen, is als inwoners ook weer doorkrijgen dat zij het zijn die bepalen wat er in hun gemeente gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk best een hele lastige met heel veel regelgeving. Ik zei het net al, 80% komt eigenlijk uit Den Haag. Ja, ja. Hè, onze slogan is ook minder Den Haag in Apeldoorn. Mm. Hè, iedereen weet ook meteen wat we daar dan mee bedoelen. Ja, dat is ook ja. wel heel opvallend. Zeker, ja. Hè, dus wij willen dat echt. Uh, uh, Kenteren en kantelen. En ik denk dat, dat als inwoners zich veel meer realiseren dat ze zelf in hun eigen leefomgeving veel meer in. Kunnen, kunnen organiseren. Een dienstbare gemeente die dat ook gewoon helpt te faciliteren met middelen en met logistiek en met een plek waar je naartoe kunt. Mm -hmm. En dat hoeft echt niet allemaal met geld. Het hoeft ook helemaal niet zoveel geld te kosten. Maar je moet wel in contact treden met je inwoners en je moet kijken: oké, okay, waar liggen de behoeften? Die moet je gaan inventariseren en dan, en dan moet je het verhaal neerleggen. Maar als dat niet gebeurt. He, en ik, ik herinner me ook nog een artikel van Herman Tjek Willing en, en Herman Wijfels over ja. de verbroken verbinding tussen de samenleving en de overheid. Ja. In, in mijn optiek, destijds de goede Amsterdammer, een heel hardzwaardig artikel, waarin ja. ook duidelijk staat dat die verbinding, dat die, dat die stuk is, ja. en dat we er iets aan moeten doen om het te herstellen. He, Pieter zich heeft natuurlijk ook gezegd met zijn sociale contract. He, we moeten weer opnieuw dat sociale contract aangaan ja. tussen uh, de samenleving en de inwoners en hun overheid. En ja. dan is de gemeente, denk ik, het eerste aanspreekpunt. Ja. Nou ja, ik denk wel dat het mogelijk is om, om uh, als burger meer invloed uit te oefenen op de gemeente. En via de verkiezingen dan in dit geval. En ook een directer contact te onderhouden ook de met het uh, lokaal bestuur dan ja. met het nationale bestuur. Kijk, het probleem, en zo zou het van ja. onderaf weer naar boven uh, kunnen worden. Exact. Uh, ja, genormaliseerd worden? Zeker. Uh, kijk, een verkiezing is een momentopname. Mm -hmm. uh, en het probleem is dat je dan te horen krijgt: van ja, jullie zijn nu uh, actief, er zijn verkiezingen en we horen weer eventjes niks. Mm -hmm. uh, daarom hebben we als gemeentebelang op een gegeven moment bedacht: wij maken een domeinstructuur waarbij we uh, de, de manier waarop de gemeente zich georganiseerd heeft, Overigens suboptimaal. Sub maar goed, we moeten ons ergens aan vasthouden. Mm -hmm. Dat we zeggen van, nou, als je het hebt dan over, over zorg en over de politiek en over bedrijfsleven. en het wonen en het welzijn. en de financiën niet in de laatste ja. plaats. Dat we mensen daar ook in betrekken. In mee laten lopen, ook gaandeweg de vier jaar. Sterker nog, we zeggen: je hoeft niet eens lid te zijn van gemeentebelangen. Je kunt gewoon meepraten op basis van je expertise of op basis gewoon van wat je interessant en leuk vindt. Ja. En, en, en ga met elkaar in gesprek en zorg ervoor dat wij dan ook die dingen naar voren kunnen brengen in de gemeenteraad. En wij zouden heel graag zien ja. dat andere partijen dat ook zou, zo zouden gaan, gaan oppakken, zodat ja. je veel meer interactie krijgt, ook gaandeweg die vier jaar, met je, met je inwoners. Ja. Uh... Als ik jou zo hoor, dan denk je dat daar op dit moment juist een voedingsbodem voor is. Hè? Vanwege de maatschappelijke onrust, vanwege de zorgen die mensen zich maken over die verwijdering tussen bestuur en, ja. uh, en bevolking. Uh, verwacht jij een, uh, een bijzondere verkiezingsuitslag? Ja, in Apeldoorn. Wij zijn uh, een positieve partij. Ja. Uh, we kunnen, je kunt twee dingen doen. Je kunt natuurlijk weerstand gaan bieden. Je kunt zeggen we zijn overal tegen. Of we kunnen zeggen nee, handen uit de mouwen, we pakken het op. En we, we, we pakken die samenleving er weer bij. En we hopen dat dat uh, geluid ook echt positief gaat landen. Wij merken dat eigenlijk ook al in de vorm van veel meer leden de afgelopen uh, periode. Uh, veel meer uh, connecties ook via social media. We zijn begonnen met een jongere uh, organisatie binnen onze uh, gemeentebelangenclub. Uh, uh, en we willen uh, die positieve flow, zal ik maar zeggen, uh, uh, ja, beetpakken. Ja? En, en we zien ook wel dat dat, dat dat steeds meer groeit. En de vraag is natuurlijk richting 16 maart, groeit dat in voldoende mate? Mm -hmm. hè? Want de ambities die we hebben, die zijn groot. Mm -hmm. De taken en de uh, werkzaamheden die we te doen hebben, die zijn ook uh, mm -hmm. aanzienlijk. Maar ja, voor mij is uh, opgeven geen optie. Uh, en ik, ik wil ook niet capituleren om het woord maar eens te gebruiken. Mm. Want ik vind echt dat wij het gewoon zelf moeten doen. En met wij bedoel je de inwoners van dit land, van deze gemeente? Van, nou ja, goed. ja, ook andere gemeentes. Stem nou. op een lokale partij. Ja. Uh, want, want als je dat samen doet uh, in je lokale uh, partij, is, is dat de enige manier om de uitrol van al dat landelijke beleid uh, te keren. Nou, of in ieder geval daar invloed op te hebben. Meer betrokkenheid. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je meer betrokkenheid. En daarvoor zouden lokale partijen de deur meer open moeten zetten. Zodat het ook gemakkelijker wordt voor, uh, voor burgers. Ik denk dat heel dat veel lokale doen. partijen dat ook wel doen. En ik denk dat, hè, want het is het uh, two to tango. Dus dat betekent ja. ook dat inwoners moeten ook in beweging komen. Uh, die moeten natuurlijk ook de lokale partijen weten te vinden. Ja. Uh, maar de lokale partijen moeten ook zeker de handschoen uh, oppakken. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk ook een vraagstukje als bijvoorbeeld de wetfinanciering uh, politieke partijen. Waarbij je op een gegeven moment zegt van ja, de landelijke partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigt. Die krijgen geld van de Rijksoverheid, maar de lokale raadsleden. Uh, of in ieder geval de partijen waarin ze georganiseerd zijn... die krijgen dat niet. Nou, ja. dat is een fundamentele onrechtvaardigheid ja, in het systeem. Want waar financieren die hun eigen organisatie? Nou ja, van? die zijn natuurlijk afhankelijk van donaties... <kijf> en goedgevigheid uh, okay. en, en contributies. Ja. En dat is natuurlijk best wel een, een probleem. Een ja, ongelijk hebben... speelveld, lijkt me. Het is een ongelijk speelveld. Het is ook oneerlijk. En ik denk ook dat het relatief makkelijk op te lossen is. Want als je gewoon alle volksvertegenwoordigers in Nederland uh, kijkt... en ook in de provincies en ook uh, nationaal... En je geeft alle volksvertegenwoordigers uh, eenzelfde bedrag, mm -hmm. dan, dan heb je het in principe al uh, uh, opgelost. En ik ja. denk dat je zelfs dan geld overhoudt. Want de waterhoofden van de landelijke partijen, mm -hmm. die vragen heel veel geld. Ja, ja. En dat is allemaal ook belastinggeld. En dat is ja. principieel uh, oneerlijk. Nou, hebben we gezien dat de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, die heeft daar zelfs ook al. Uh, positief of gereflecteerd, dat is nu weer een beetje in de koelkast gekomen. Ja. We krijgen komende week komt die wet financiering politieke partijen weer in de Tweede Kamer. En we zien dat eigenlijk dit probleem nog steeds niet op een fatsoenlijke manier geadresseerd wordt, ja. omdat de landelijke partijen in de Tweede Kamer de dienst uitmaken. Ja, en zo ja. Ja. blijft het systeem zichzelf uh, in stand uh, houden. Ja, en ja. ik denk dat dat niet bijdraagt aan meer draagvlak uh, voor het democratische bestel in Nederland. Nee, dat denk ik ook niet. En, en dat, is, dat is kwalijk. Ja. En ook jammer, want ik denk dat als je dus. Hè, dit, dit, dit witte kastjesverhaal is ja. gewoon een exponent. Ja. van een uitrol van heel veel andere dingen. waar we eigenlijk iedere keer tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ja. En, en ja, we, in, in de gemeenteraadsverkiezingen die nu komen. daar kunnen we echt het verschil gaan maken. En ik hoop dat ook echt te gaan zien. Oké. Okay. Nou ja, dat lijkt me een mooie oproep. Eh. Um... Ik denk dat het van groot belang is uh, dat, uh, dat uh, de bewolking sowieso in Nederland aandringt op een herziening van dit soort uh, structuren en van um, uh, de basis van, van hoe de hele democratie zou moeten functioneren. En dat toch een stuk afgeweken is in de loop der tijd. En dat zou dan een mooie ingang uh, kunnen zijn om daarmee uh, mee te beginnen. Ja, zeker. Ik denk dat het, uh, wat ze dan zo mooi noemen... het huis van Doorbeke uh, staat uh, nou ja op instorten misschien nog niet... maar in ieder geval het rammelt wel aan alle kanten. Ja. Het lekt en het waait door het huis heen. En ik denk dat we gewoon echt naar een nieuw construct toe uh, moeten. Ja. En als wij uh, nu bij deze gemeenteraadsverkiezingen... een mooie uitslag weten te maken voor alle lokale partijen... en dat is nu al in de richting van 35, 40 procent... maar ik denk dat het nog eigenlijk veel meer zou moeten... Mm -hmm. dan kun je ook gewoon... Uh, uit de gemeentes een, een, een duidelijk signaal naar Den Haag sturen... ...dat, dat je niet alles zomaar bij, bij de gemeentes ja, kunt neerleggen. Ja, 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 en bij de inwoners. Ja. Want de gemeentes die hebben eigenlijk alleen maar via OCB ...mogelijkheid om uh, belasting te incasseren. Mm -hmm. En die, die stijgt dan ook iedere keer weer. Ja. Of de afvalstoffenheffing. Ook weer zo'n ja, 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 ja. uh, ja, iets waarvan wij zeggen van dat, dat moet echt anders. Mm -hmm. Um, dus, dus ja, ik denk dat het uh, hoog tijd is om uh, te kiezen met Lef, wat ik net zei. Ja. Uh, Kies met Lef.nl, om het nog maar eens te zeggen. En ik denk dat we als, uh, als, als lokale partijen collectief gezien een heel duidelijk signaal kunnen sturen naar Den Haag om uh, aan te geven dat het echt anders moet in Nederland. En daar willen wij op een constructieve manier als gemeentebelangen zeker aan meewerken. Nou, lijkt me hartstikke mooi om hiermee af te sluiten. Dankjewel, Anton. Ja, graag gedaan.